Goedemiddag, dit is Sim Gander met een uitleg over hoe werkt DodoDex. DodoDex kan je vinden op adres.dododex.com. Als je dan de dinosaurussen wil opzoeken omdat je wil weten hoeveel je nodig hebt voor een tem bijvoorbeeld, dan kan je er dus nog een slash achter doen en dan dinosaurus erachter typen. Enter en dan kom je op deze pagina uit. Dus dit is het adres. En dan kom je hier uit. Als je een dino gaat temmen, deze DodoDex is bestemd voor de game Ark Survival Evolved, waar je dus met dino's kan spelen. Je kan ze daar temmen, je kan ze daar breeden, maar dan moet je ze wel eerst vangen. En het is natuurlijk altijd erg handig als je ook weet hoeveel je nodig hebt van welk item en dergelijke. En daarom dus deze uitleg. We beginnen even bij het begin. Als je dus op de pagina aankomt, dan zie je hier een heleboel dingetjes. En dan denk je, jeetje, wat is dit allemaal? Nou, heel simpel, niks bijzonders. Hier staan alle diversheden die je kan vinden. Dus bijvoorbeeld de mappen. De Island, de Center, Scorch, Curve, Ragnarok, Aberration en noem maar op. Je kan ze ook onderbrengen in terrestrial, aerial, dus degene die op de aarde lopen en die vliegen en die in het water zitten. Je kan ze op rijbaarheid selecteren, je kan ze op breedable selecteren, je kan ze eigenlijk overal wel op selecteren. Shoulder mounts, de beestjes die je dus op de schouder kan zetten sowieso, dieren die wat maken, die een platform kunnen dragen, dat soort dingen. Als je dus een dino wil gaan temmen, is het, zoals ik al eerder zei, erg handig om te weten wat je precies nodig hebt. Het is namelijk nogal een beetje ontmoedigend als je tem niet geheel lukt, omdat je net te kort narcotics bij je had, om maar even wat te noemen. Nou, we gaan eerst beginnen met de uitleg in deze keer met een dodo, omdat dat een hele makkelijke dino is en iedereen kan dat dan testen voor zichzelf en dan een beetje meekijken hoe dat werkt. We gaan hem even opzoeken in de lijst. We hebben alle dieren geselecteerd, dus we hebben ze allemaal in de lijst staan hier. En dan vind je hier de dodo. Als je dus naar de dodo gaat, dan zie je dus dit paginaatje. Dit is de dodo, plaatje erbij. En dan zie je hier Dodo Taming Calculator. Wij hebben op de server niet alle instellingen als vanilla staan. Wij hebben hem dus een beetje verhoogd om het temmen een beetje sneller te laten verlopen. Want bij sommige dieren is dat eigenlijk ook wel vereist. Onder andere de Teresino. Die kan erg lang duren. Nou, we gaan beginnen. Eerste vakje, daar zie je LVL staan, dat staat voor level. Als jouw dieren, als jij dus een dier gaat temmen, dan zie je boven het hoofd een level staan. Nou, wij gaan er even vanuit dat je een hele mooie dodo hebt gevonden van level 180. Wij hebben daar op onze server, dat is de maximale level van de dino's. Dan vul je 180 in. Maar stel nou dat je een dino hebt gevonden, een dodo, van level 54. Dat kan ook. Het maakt in principe niet uit, maar hier moet je dus de level invullen. Hier is de taming multiplier. Nou, zoals ik al zei, bij ons op de server staat die een klein beetje hoger dan op een andere server. Dus ik zal even deze 54 zal ik weer even veranderen. Weet je wat, ik zal deze 54 in een mooie 50 veranderen. Dan kan je ook een dodo zoeken voor 50 en dan kan je meekijken. Dan kan je zien of het allemaal klopt wat ik zeg. Taming multiplier, bij ons staat die op 8. Als jij nou weet waar die op staat en hij is niet veranderd, dan moet je dus jouw waarde van de server waar jij op werkt invullen. Dit is dus de waarde van onze server. Wij hebben een taming multiplier van 8 en een consumption multiplier van 6. Dit is de snelheid waarmee die getemd wordt en dit is het voersnelheid, de eetsnelheid. Als je dat ingevuld hebt, dan druk je op calculate, oftewel bereken.
En dan gaat hij het uitrekenen. En dan zie je dat je dus, als je kibbel gaat gebruiken, maar één basic kibbel nodig hebt. En dan is hij ongeveer met een minuutje wel getemd. Ook zie je dat je dan helemaal geen narcotics nodig hebt. Dat is mooi. Nog veel beter is dat je dan ook nog even ziet dat hij de 74 levels bij krijgt, omdat hij volledig perfect getemd is. Als alles mee zit. Dat wil zeggen, dan moet er niet zo'n vervelende dealer van Sauer komen, die dan inderdaad aan jouw dino gaat lopen knagen, terwijl jij hem aan het temmen bent, want dan raakt hij beschadigd. Dus je moet zelf niet je dino slaan. Je moet niet een extra pijltje per ongeluk erin geschoten hebben, of hem een klapje extra gegeven hebben. In het geval van de dodo geef je hem een klap op zijn kop. En er moeten dus geen andere dino's zijn geweest die aan jouw dino hebben geknaagd, want anders heb je dus een probleem. Want dan gaan die levels eraf en dan krijgt hij dus niet zoveel levels erbij. Nou, hij krijgt er 74 levels bij. Je kan hem ook met groenten temmen. Dan heb je 3 stukjes groenten nodig en dan doet hij er iets langer over. Dan is het 1 minuut 21. Deze tijden willen nog wel eens wisselen. Ga er dus niet helemaal 100% vanuit dat het een minuutje duurt ongeveer. Of dat het iets langer dan een minuutje duurt, 1,5 minuut. Want dat kan dus, zoals ik al zeg, wel eens verschillen. Dat is een beetje afhankelijk van de torpor level die het beestje heeft. Dit is meer de tempo waarmee die gaat eten. Daar moet je een beetje naar kijken. Dit is een beetje, kijk, stel je slaat een dodo knockout van level 50. Je hebt hem knockout geslagen, je stopt er wat kibbel in. Dan gaat hij met 54 seconden pas eten. Niet elke dodo doet dat. Sommigen eten eerder, anderen eten later. Omdat hij maar 1 kibbeltje nodig heeft, is hij meteen ook getemd ook. Dat dus weer wel. Als hij met bijvoorbeeld de besjes, hè, als je hem dus met meoberries temt, heeft hij er 4 nodig. Dan eet hij dus pas na ongeveer 1 minuut 20 zijn eerste besje. Kan ook zijn dat hij dat veel eerder doet en met 1 minuut 20 al getemd is. Als hij door die 4 besjes heen is, dan is hij getemd. Daar gaat het om. Het geluk met de dodo is dat als je dus inderdaad een beetje het verhoogt, dan heb je er geen narcotics voor nodig, want dan eet hij sneller dan dat zijn torpor uitgelopen is en kan die dus gewoon zonder narcotics getemd worden. Dat is dus dit. Dit is dus het hele spul wat je voornamelijk gaat gebruiken. Ben je nou iemand die ook graag weet van, goh ja, maar ik wil wel weten hoe vaak moet dat beest op zijn tetter slaan, want een dodo moet je dus op zijn kopjes meppen. Waarmee kan ik dat doen? En gaat dat dan wel allemaal goed? Nou, dan kan je hier beneden kijken bij de knockout. Daar zie je dus allemaal middelen waarmee je zo'n dodo dus eventjes zijn oogjes kan laten sluiten, zeg maar. Nou, ik zelf gebruik dit niet echt. Laat ik dat heel eerlijk zijn. Ik zelf gebruik dit dus niet heel echt, omdat het nog wel eens wil verschillen. Ark heeft een ernstige neiging om bepaalde hits niet eens te berekenen. En dan denk je, ja, maar ik had maar 12 beuken nodig van een patchy om een dodo even plat te krijgen. En wat blijkt, je dodo had er maar 2 nodig en jij staat vrolijk nog erop in te hengsten. En die dodo is inmiddels al zo dood als een pier. Ja, dat schiet niet op natuurlijk, hè? Dat moet je niet hebben. Bijvoorbeeld, je hebt een shocking tranquilizer dart en die schiet jij op die dodo af en je schiet hem helemaal kapot. En dan denk je, ja, maar hoe kan dat nou? Want er staat niet bij dat ik hem kapot zou schieten als ik dat zou doen. Ja, maar als jij een geleveld geweer gebruikt, dan is de impact van zo'n dart wel vele malen groter. En als dan de helft van die dodo lager is, ja, dan schiet je hem dood. Dan is hij stuk. Dan doet hij het niet meer. Batterijtjes leeg, moet je nieuwe zoeken. Dus dat is wel een beetje een ding. Dat is ook de reden waarom ik dit gebied eigenlijk zelf niet zo gebruik. Je kan een beetje een indicatie krijgen van wat heb ik ongeveer nodig. Bijvoorbeeld een honkbalknuppel. Als je hem daarmee slaat, moet je ongeveer 12 keer op zijn kop slaan en dan gaat hij liggen. Dat klopt wel. Kan je hem daarmee doodslaan? Volgens de dododex niet. Maar geloof me, als je doorslaat na die 12 keer, gaat ook die dodo stuk. Echt waar. Geloof mij, dan is hij stuk. Is het gebeurd, doet hij het niet meer. Maar je kan het ook met een katapult doen. En zeggen van ja, ik wil het met een slingslotje doen. En dan kijken of ik dat kan. Maar dan heb je natuurlijk wel een 6,7% kans dat hij het loodje legt terwijl je aan het schieten bent. En ja, die 5 steentjes, als dat 5 keien zijn, dan kan ik me voorstellen dat hij inderdaad het loodje legt. Je weet namelijk niet of die dodo voor die tijd al aangevallen is. Soms weet je dat, maar dat weet je niet altijd.
Kan best zijn dat hij net gegrepen is door een dilo. En dat hij dat gelukkig gered heeft omdat die dilo weer gegrepen werd door een T-Rex. Dat kan. Weet je? Dat zijn allemaal van die dingen, daar moet je allemaal rekening mee houden. Dus dit gebied is een beetje met een hele grote slag om de arm. Verder heb je dan nog de stads. Hier kan je de stads van een wilde dino berekenen. Dat betekent dus dat hij nog niet getemd moet zijn. Hoe doe je dat? Nou, dat komt de volgende keer. Ga ik nu niet uitleggen. Maar hier kan je dus een beetje zo de gemiddelde stats van een leveltje 50 wel bekijken. Absolute stads. Ja, ik weet niet wat ik hiermee moet. Ik gebruik het nooit. Je kan de recept bekijken van de kibbel die hij nodig heeft. Stel dat jij dus toch met kibbel wilt temmen. Nou, dan kan je zien wat je nodig hebt om de kibbel te maken die een dodo wil hebben. Nou, klein eitje. Die komt van de dodo of van de dilophosaur of van de featherlight of van een pinguïn of van een lystrosaurusje, parasaur of een gier. Als je een ei van een van deze dieren hebt en je hebt wat gekookt vlees, je hebt 10 amarberry, 5 mayoberry, 10 tintoberry, 5 fiber en een zakje met water en je gooit dat allemaal in een kookpotje, je zet er een vuurtje onder, dan krijg je 1 kibbel. En als je dat dan vermenigvuldigt, omdat je er 2 of 3 nodig hebt, dan moet je dus dit ook vermenigvuldigen. En dan krijg je nog meer kibbel. En welke eten dat dan? Dat staat er dan onder. De dilo, de dono, de featherlight, de glowtail, karuku, het kleinste aapje, de parasaur en onze poepvarken. De viomia. Nou, de dodo kibbel voor de mobiel is een beetje anders. Dat is dus voor degene die mobiele ark spelen. Daar heb ik geen verstand van. Dus dit zul je helaas zelf even moeten bekijken. Maar dat is dus iets anders. Want er komt er een worteltje bij in plaats van gele besjes. En dat wordt door hele andere dieren wordt dat weer lekker gevonden. Nou, dan heb je nog kibbel de old style. Daar zou ik niet eens naar kijken. Want dat is niet echt handig. Maar dat is voor de Ark Mobile en de Nintendo Switch. Goed, dan heb je nog een heleboel tips en strategieën die je zou kunnen gebruiken om een dodo te vangen. Een heleboel mensen die hier dus voor zijn gegaan, die het al vaker gedaan hebben. Wat geeft een dodo als die doodgaat? Nou, vlees en hide. Als je een dodo wil breeden, dan kan je hier vinden wat voor temperaturen er nodig zijn. Die temperaturen vind je trouwens in het middengedeelte van je inventaris. Hoe lang het gaat duren op een standaard ARC-server, dat betekent dus daar waar niets veranderd is aan de tijd, dan duurt het dus zo lang. Dan kan je nog uitrekenen hoe lang het duurt voordat hij volwassen wordt. Dit gebruik ik eigenlijk nooit. Ik heb daar iets anders voor. En dan kan je nog even zien, door wat kan die gedragen worden? Nou, door mensen, door Tapiara, Pteranodon, Griffin, Argentavis, Kwetsel, Wyvern, Megalosaurus, Karikino, een Thucetetus, een Procopton, een Carpesuchus. Alleen de mensaap kan hem niet tillen. Nou, dat is allemaal geen probleem. Dan kan je zien wat zo'n dodo nog kan kapotmaken. Dus als jij een groepje dodo's hebt boos gemaakt, wat ze dan komen doen met jouw huisje als die van Thatch is, nou, dan slopen ze die. Heb jij een huisje van hout, dan wordt het voor de dodo een beetje moeilijker. Dat gaat niet zo snel. Ook dit klopt niet altijd, want bijvoorbeeld bij de Rex staat er dat hij geen metaal of dat hij geen steen kan vernietigen. Nou, dat kan hij dus wel degelijk hoor, geloof mij maar. Bij de Giga staat dat hij geen metaal kan knagen. Nou, ik heb een Giga toch een aantal poorten weg zien knagen en die waren toch echt wel van metaal. Het waren namelijk mijn eigen poorten en ik was er niet zo blij mee, zal ik je wel vertellen. Dan heb je nog, waardoor kan die vastgezet worden, dat je hem makkelijker kan slaan. Nou, een lasso, maar daar moet je een paard voor hebben. Een bola, kettingbola is een beetje overbodig. Hij is een beetje klein daarvoor. Maar dan heb je nog de plant species Y-trap, oftewel de eitrap plantensoort. Daar kan die door vastgezet worden. Door de bear trap, moet alleen niet kijken dat er dan wat geamputeerd wordt, want die is best wel groot. En de large bear trap is een beetje te groot. Als je hem daarin zet, dan is hij dood. Oké, nou, waardoor kan die lopen? Dus met welke openingen kan je hem gewoon zelf doorheen laten lopen? Nou, de deurframe, hè, de gewone deur, de dubbele deur, de dinosaurus gateway, de dinosaurus behemoth gateway, de hatchframe en de giant hatchframe. Daar kan die allemaal doorheen.
Dus als je een groepje doders hebt boos gemaakt, moet je niet denken, ik ga door die openstaande deur en dan laat ik de deur openstaan, want dan kunnen ze niet bij me. Nou, dat kunnen ze dus wel en ze komen ook bij je en ze slaan je helemaal in elkaar. Goed. Maar dat is dus Dododex. Ik hoop dat jullie er een klein beetje wat aan gehad hebben. Laat me even weten, mocht het zo zijn. Mocht je nog vragen hebben, zet die dan gerust hieronder in de comments neer. Dan zal ik er zeker naar kijken en ik zal proberen ze zo goed mogelijk te beantwoorden. Voor de rest, rest mij nog jullie een enorme prettige tijd en gezellige tijd in jullie ark te wensen. En dit was het weer voor mij. Voor nu zou ik zeggen, jongens, toedeledokie, wees voorzichtig, zorg ervoor. Jij hoeft niet zo hard te rennen als je maar harder rent dan je kleingenoten. Doei!